Antwerpen. Nee. Mama, jongen. Antwerpen. Oh my god, I'm nervous. But I'm excited and nervous at the same time. If they have a cat, I'll be happy. I know, you will be happy. It's cute, but you know, it's scary. Oh, dat is ook een soort van villa, dat is hetzelfde huis. Oh, hier zo, kijk. Kijk die trap. Dat is een mooi huis. Dit is zo vet. Dit is echt vet. Nou, kijk eens even aan. Zo, nou, laten we eens gaan kijken naar ons nieuwe onderkomen. Uh-oh. Is it right here? Oh my god. I think it's right here. Okay. Oh boy. Oh. It's a nice house. It's a cute house. It's cute, cute, cute. Oh my god. Okay. Oh, kijk eens. Wow. Wow. Alsof je in het buitenland bent, of niet? De trap viel als eerste op. Ja. Ja, dat vond ik heel erg leuk. Dat geeft iets luxe toe. Kijk eens, wat een grote plant. Wow. Kijk, een bar. Leuk. Wow. Kijk dit dan. Oh mijn god. Ah, je zwembad, dit Kiana. Is vet. Oh. Wow. Dit had ik niet verwacht. Bubbelbad. Dat is cool. Dit is zo cool. Oh my god. This is cute. Carpe diem. So cute. It's a positive sign. Oh wow. Home. This is beautiful. They have cats. Where? Where? Oh my god, my daughter is happy. Where? Wow, kijk dat bad. Ook een bubbelbad. Heb je ook nog een slaapkamer? Oh mijn god, kijk dit. Dit is echt vet. Dit is heel mooi. Ja. Hier kan je lekker chillen. Dat is zo mooi. Zo, ja, inderdaad. Lekker plekje zo, hoor. Je bent hier gewoon in een bos. Hoe leuk is dat? Ja, hè? Kijk dat huis zo. Zo mooi. Dit is echt heel erg mooi. Dit huis overtreft mijn wildste dromen. Ik kan niet geloven dat we hier gewoon een week in mogen zitten. En dat we gewoon mogen genieten van zo'n mooi huis. Oh, wow. Look at all the wallpaper. Oh. I have noticed some things. And you know that I see that it can be fixed. That might make me think that they don't have enough funds to repair. You know, like the couch is broken and completely ripped. And but it's it still feels homey. Okie dokie. Hey, this is my type of room, and I'm an ally. An ally is somebody who supports gay rights, LGBT community, transgender, everything that has to do with the gay community. Oh my god. Oh my god. Oh my god, it's here. It's a cat. It's a cat. Oh my god. Oh my god, he's so friendly. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lukt als jou om dat te vertellen? Oh my goodness. Dit is echt veel voor. Dit is volgens mij heel erg veel. Ik heb wel zo. Ja, dit is 100. 200, 300, 600. Ik heb toch nooit echt zoveel geld gezien en ook nog nooit zoveel aangeraakt. 2000. 2000 euro. Wat een geld, jongens. Dit had ik niet verwacht. Dit had ik echt niet verwacht. Dit is echt heel veel. En we hebben nog nooit zoveel geld gehad om uit te geven. Nee. Nee. Totaal niet. Dat is echt een dik pak geld. Bizar. Alsof je het niet wil aannemen, omdat het zoveel is. 10, 20, 70, 90, 98, 100.
Wow. Yes. So we have to live off 100 euro for the week. This budget fits 20 times in my budget for the week. And it hurts. I could not even imagine that somebody has to live off this budget every week. Okay. No chocolate. And I'm not kidding. You put your products and I start putting my makeup, and the mirror is so small, at the house we can share the whole mirror. This is crazy. You can. Aww. Okay, our sink is a little bigger, so this is pretty challenging. Bigger. Way bigger, so it's a little challenging. We can both look into it. I can't see myself. Okay, there's my towel. Okay. All right. Zo ontbijten we nooit samen, hè? We nee. hebben niet zo'n mooie tijd om mensen te ontbijten. Ben je al een beetje gewend aan de luxe rond ontbijt en zo? Nee, eigenlijk niet echt. Let's not cut on chocolate. Yeah. Okay, so how many frikandels are in here? 5. This is 20 of them for less. 2.69 euro. Yeah, we're at 45 now. We have $5. Oh my God. And we only have 2 days of lunch so far. This is a disaster. And we still need bread. Wat me heel erg pijn doet, is dat ik heel veel ongezond eten heb. En dat wil zeggen dat Jolanda ook echt ongezond eten moet eten. Want als ik alles organisch neem, dan is het, dan kom ik nooit uit hier. We're over. No. We're at 51. Let's put back your chocolate. Sad. Okay, this is Monchou Tart. What is this? Mix your red velvet. What do you need to add? 4 eggs. Oh my God, I see roti and I can't even buy that because that's a whole new meal. So we're gonna have to eat beans for at least 3 days. Okay, let's cross our fingers that we didn't miscalculate anything. 6140. We did it! Dat Jolanda dit iedere week moet doen, doet me heel erg pijn. Ik weet niet hoe ze dat doet. Ik ben gewoon... Ja, het doet me echt iets, jongen. Goedemiddag. Hebben jullie ooit al paard gereden? Ik ooit 20, 30 jaar geleden. Ja. Dus je hebt al ooit al. Ik heb wel een beetje ervaring. Dat is goed. Ja. En jij hebt ooit al paard gereden? Ja, maar toen was ik wel heel erg jong. Maar ik denk dat ik niet ga paardrijden. Nee? We gaan zien, hè. Moet je die grote bruine daar van achter hebben? Oh, die is wel heel groot. Ja. Heel groot, oh mijn god. Ja, dat is die. Goedemiddag. Goed, we gaan naar het krukje. Dan kunnen we makkelijk opstappen. Daar ga je dan. 1, 2, 3. Ja. Voilà. Supergoed. Oh, wat voilà. Cool. En je zit. Oh, Londen. Dit is zo vet. Hoe ziet dat je dat nog al gedaan hebt? Dat zie ik meteen. Ja. Dat zie ik meteen. Ik vond het wel echt leuk weer. Het is hard werken. En nu je het dan zo weer doet, heb je wel zoiets van, oh, dat is wel even heel fijn. Ik dacht van... Nou, nu is het wel heel erg stoer. Stoer omdat ik paard rijd. Zonder touw, dat ik het eraf doe, dat je alleen loopt? Ja, dat kan denk ik wel. Ja. Goed, geef even stilstaan. Dat vind ik wel heel stoer. Ook heel dapper. Voilà. Je doet het echt supergoed. Ja, hè? Je doet het heel goed, hè? Ja. Ja, het is dus echt als fietsen, dat verleer je niet. Dat verleer je niet, nee. Inderdaad, dat klopt. Dus. Oh my god, I don't know how I'm gonna do it. I just don't remember. Okay, where's the button that we push for the car to start? Oh, we have to put the key inside. Oh, that's a dummy. Okay. London, it's okay, because I know how to push the brake. That's all I know. I can't even see well. Is this a joke? Go. I'm gonna walk. That's it. Deze vind ik wel heel grappig. Deze is wel leuk. Maar zo'n broek is ook wel heel leuk. Of zoiets. Dit is echt een mode, hè? Ze sprong als een lammetje elke winkel binnen. Daar kijken, daar kijken, daar kijken. Dit wil ik, dit wil ik, dit wil ik. En toch had ik soms wel even zoiets van... Doe even rustig aan, ja. Het liefst grijden ze zo die hele winkel leeg.
Hi. Kijk eens. 188. Hoeveel zei u? 188. Ja. Oké, ja. Ik zie wel heel veel hoor. Ja, ze zijn allemaal zo mooi. Deze. Ja, die zijn echt cool. 85 euro. Ja, ik schrok er wel een beetje van dat ik de prijs van mijn schoenen zag. Want ik heb nog nooit echt zulke dure schoenen gekregen. Perfect fit. Ja. Ja, ik ben ook verkocht. Ja? Ja. Mooi. Ik denk dat we nu rond zo'n 700 euro zitten. 7 weken leefgeld. Helemaal geweldig. Dankjewel, hè. We hebben veel dingetjes gescoord. Ja. Leuke broeken, leuke schoenen. Ik ben wel ook heel erg blij van mama dat zij ook leuke kleding kan kopen eindelijk een keer. Ja, we zijn zeker geslaagd. Het is actually so beautiful. I'm in shock to how many really beautiful things they have here. But I think this would be pretty. That'd be very good for him. Together, it's 7 euro. Do you think they would like a toaster? Yeah. Or maybe they do have a toaster and we didn't see it. Let's get them the toaster. Oh, oh my God. They're selling a toothbrush. I completely understand that people that have less money come here because everything here is so much cheaper and it's still like nice, so like. Yeah, except the used toothbrush. Who would buy a used toothbrush? That's how, oh my goodness. That's how deep it goes. Ik vind het dus heel erg dat mensen hier moeten komen en gebruikte tandenborstel om te kopen. I still want to get a bracelet for the girl. You do? Oh, that's a good idea. I found one that I think she may like. 27. 27. Is that what you had? Good 20. Job. I like the store. It's nice. We did it. Goedemiddag. Hallo. Dankjewel. Ik denk dat ik vorig jaar voor de laatste keer in de kapper ben ingegaan. En soms knip ik ook zelf mijn haar als het te lang wordt. Ja, voilà. Kijk eens, een dubbele behandeling zelfs. Ja. Efficiënt hoor. Ja. Wij verwachten dat we aan het einde van de rit eruit zien als een filmster. Heel mooi. Mooi en heel natuurlijk, hè? Alsjeblieft. Dank je wel. Ik ben in ieder geval nog nooit zo in de watten gelegd. Dat geeft je gewoon een heel fijn gevoel. Je ziet er leuk uit. Ik vind dat je haren zijn heel mooi zo. Jou ook. Het voelt wel gek om jou zo te zien, want ik ken jou natuurlijk zo niet. Ja, jou ook niet. Nee, ja. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Kiana ziet er helemaal fabulous uit. Die is echt helemaal mooi. Dank je. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Dat vindt u goed? Ja, ik vind hem helemaal goed. Ik ook. Wat krijgt u van ons? 436 euro. Wat zeg je nou? 436. Zo, hallo. Toen we moesten afrekenen, moest ik wel even slikken. En het is bijna mijn huur van het huis. Wat je dan zo in één keer even voor je tweeën weg doet. Ja. Tot ziens. Dag. In Halvers Baking. What? It's in Dutch. Inhoud verpakking. Oké. I didn't know it was in Dutch, sorry. Springvorm. I don't know what that is. Found it! Yay! Make sure we move it a little bit so it's... Oh, sorry. Now, we have to walk all the way upstairs. We have to go 2 stairs to bake the cake. That is really strange and it's a huge obstacle. Wow. Oh. Okay. It's very hot. Be careful. I know. I'm going very slow. Make sure I don't fall. Oh, this looks so good. Okay. The cake tasted splendid. It's scrumptious, yummy, delicious. That's just somebody who loves red velvet cake. It tasted okay. You like it? But I really got those sprinkles. I do too. The sprinkles are disgusting. Ik heb geen idee wat hier allemaal staat. Ik heb geen idee wat ze bedoelen. Ja, ik weet het niet. En dan ga ik dan denk ik wel alleen voor Frits. Het ziet er allemaal zo smerig uit of zo. Dan zou je misschien voor filet pour moeten kiezen. Het lijkt ons dat de filet pour dat die het meest safe is of zo. Dankjewel. Dankjewel. Lekker. Ja, lekker. Niet echt. Hoe kwam dat jouw bordje leeg was? We hadden het omgewisseld. Dus ik heb hem maar opgegeten.
zonde van het geld anders. Kijk eens. Alsjeblieft, laat het smaken. Dankjewel. Ik vond het er heel mooi uitzien, het toetje. En het was ook heel lekker. Beter dan Flavlet. Beter dan Flavlet. You know what's really interesting? They have a home. But they basically don't have anything else. The only thing she owns is what she can spend a week. Ooh, I'm looking forward to meeting them. You have no idea. Goodbye, Paco. I'm gonna miss you. Hi, House. Let's go home. Had je hier wat langer willen blijven? Ja. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik vond het wel heel erg gezellig. Reuze leuk. Het is wel een interessant leven. Dus als je in je bed ligt, dan heb je wel zoiets van... Hey, ik heb iets van mijn dag gemaakt. Ja. We hebben iets leuks gedaan. Dat. Nou, dag huis. Ja. Oh, it feels so good to be home. Lord have mercy. Ah, it was a great experience. Zo. Oh, beneden. Lieve Yolanda en Kiana, bedankt voor deze geweldige ervaring en dat we in jullie huis mochten verblijven. We hebben leuke spullen gevonden bij de kringloopwinkel. Olonden heeft speciaal voor Kiana een ketting en een... Armband. Wij zien jullie snel. Heel veel liefst, Conchita. In Londen. Lief of niet? Heel lief. Wat een leuke aandenken.